Nou, ik ben Stefan, ik ben 26, ik woon in de Pijp, ik geef feestjes in Amsterdam. Dat heet Block Party, dat doen we elke twee maanden in de Chicago Social Club. Ja, trekken we 500 tot 600 mensen. Daarvoor zaten we hier in de Club Up, waar we nu zijn. En nu voor ADE zijn we weer een keer terug. Ik draai ook onder de naam Quinten99 en ik maak muziek. Ja, op mijn eigen feestjes kan ik dat natuurlijk wel het beste kwijt, want dan kan ik zelf de muzikale lijn bepalen. En dan kan ik precies draaien wat ik zelf wil. Ja, ik kan er in principe wel van leven. Samen met het organiseren en het draaien en het produceren kan ik er bij elkaar wel van leven. Het Amsterdam Dance Event, daar komen gewoon artiesten over de hele wereld, die komen hier naartoe. Ook van dit label, van deze labelavond die wij vanavond organiseren. Dus dat is Block Party samen met Lulu Records. Dat is een Belgisch label en daar breng ik muziek op uit. Mag ik iets van 20 bier? Het zijn een stuk of 20 gasten die daar plaat op uitbrengen. En die spreken dan wel eens over het internet, want die komen overal vandaan. Brazilië, Rusland. En dan draaien we hier met z'n allen. En ja, je leert elkaar gewoon kennen op een hele menselijke manier. Anyone got this thing? Not yet. Oké. Okay. No. Hey, app mij. Ja, is goed. Want dan mochten mensen line-up vragen. Sorry, ik heb me niet heel goed voorbereid. Nee, ik stuur het je even door. Thanks, man. Ja, het is wel het epicentrum van de dance opeens nu, Amsterdam. En je kan iedereen die ook maar iets te maken heeft met dance, waar je die normaal 100 mails gestuurd hebt en nooit te pakken krijgt, die lopen hier gewoon tegen het lijf. Ik vind het leuk om hier in het afgelopen jaar zoveel Brazilianen zijn. Waarom dan? Ben jij er nog niet? Blijkbaar gaat Vintage Closure. Ja, Vintage Culture, ja. Wie gaat draaien? Ah, sorry, hij is een soort van Justin Bieber. Ja, echt? Ik ben vorig jaar ook op Sonar geweest in Barcelona. Daar hadden we toen ook een label night. Maar dat is toch, Barcelona is veel groter. En je kan niet zomaar even rondlopen en overal naar binnen lopen. En dat is in Amsterdam, omdat het eigenlijk maar een heel klein stadje is, kan het wel veel makkelijker. Er zijn nog een paar honderd mensen die hebben wel een kaartje gekocht. En die zijn nog niet binnen. En ondertussen stroomt de club wel vol. En ik wil natuurlijk wel dat die mensen die een kaartje gekocht hebben nog wel binnenkomen. Dus we moeten nu zorgen dat er niet te veel mensen nog binnenkomen. Ja, dat is een luxe probleem. Ik vind het prima zoals het nu gaat. Elke twee maanden in de social, dat is genoeg voor mij. En het hoeft niet per se groter of kleiner. Ik wil het toch wel van het draaien denk ik gaan doen. Volgende stap is denk ik wel meer naar het buitenland. En op mijn eigen feest draaien is natuurlijk gewoon super. Zijn vette set was laatst bij een feestje in de Chicago Surf Club bij zijn eigen feestje Art Block Party. Dat was wel echt heel vet. Ik was helaas niet bij, maar ik heb het gehoord. Nah, dit is helemaal kut. Dit is helemaal kut. Nee, rijk hoor je er niet van. Maar het is wel hartstikke leuk. Als je gewoon een te gek feest geeft en je hebt een volle bak en iedereen gaat uit zijn dak, dan is het ineens allemaal waard en dat heeft niks met geld te maken.